Michael zegt dat meestal zeggen ze van, oh rood, nou ga je alle ronde dingen rood maken. Of alles waar een bocht aan zit, dat maak je rood. Weer een keuze. En die hoef je niet van tevoren beredeneren, want je bent niet op zoek naar iets dat je denkt, het moet mooi zijn of het moet bijzonder zijn. Je weet niet waar het naartoe gaat. De keuzes dienen zich vanzelf aan. Het enige geheim, Michael, is dat je bezig blijft. De enige fout die je kan maken, je gaat stoppen of te veel gaat nadenken. Je blijft betrokken bij wat je doet. Je denkt, nou, zometeen is het wel even genoeg met het rood. Ja, altijd weer rood pakken. En wat vind je nog een lekkere kleur? Blauw. Ja, donkerblauw. Daar ben ik gek op. Ik ben wel even turquoise. Wat? Lichtblauw. Lichtblauw heb ik niet. Turquoise. Turquoise. Ja, deze. Ja, dat is lichtblauw. Maar je hebt nog een mooiere blauw. Dat is deze blauw. Moet je maar kijken. Dat is een soort rare blauw. Deze stift, die verrassen me steeds. Het is ook eigenlijk lichtblauw is dit. Maar en geel vind ik ook altijd fantastisch. Ja, die zijn... Mooi. Ik vind het een mooie kleur blauw. Ja, ze zijn past mooi. Goed bij het rood ook. En je denkt gewoon... Zeg, Michael, ga gewoon door dat je denkt, oké, dit vind ik wel even mooi zo. We zitten hier dus bij de meester. Kijk, het dient zichzelf aan. Het is, het is mediteren in actie. Zonder te denken, ik moet ergens heen of bijzonder. Want mediteren is in mijn optiek altijd niks anders als... Met volle aandacht betrokken zijn met wat je aan het doen bent. Zonder iets te verwachten. Zonder iets te bedoelen. Maar gewoon bezig zijn. En je laten inspireren wat er tevoorschijn komt. Daarom iets maken is eigenlijk altijd vrijheid. In de gevangenis ook. Vrijheid begint nu op het moment dat jij met jouw keuzes iets doet. Dat haalt je niet meteen uit de gevangenis. Maar het traint je vermogen om keuzes te maken. En ja, goede keuzes, goede gevolgen, slechte keuzes, slechte gevolgen. Mm-hmm. En vertrouwen op je eigen wijsheid. Hé, wijsheid, ik heb er geen diploma. Nee, wijsheid. Op je nulde heb je dit lijf gemaakt. Je nulde in een donker hol, zonder gereedschap, zonder diploma, heb je dit... Met die drive van het zaadje en het eitje heb je dit lijf gemaakt. Voeten, benen, billen, plasser, armen, handen, hoofd. En in 9 maanden kom je tevoorschijn, want je zwembadje loopt leeg, je paradijs loopt leeg. Ja. Je moet door een heel klein poortje, je denkt ik steek de moord, dat denk je niet, maar het poortje opent zich, je schiet tevoorschijn en dan staan er voor je 2 reuzen. En de ene reus zegt, ik ben mama. En de andere zegt, ik ben papa. Ja. En jij wil zeggen, ik kan niet schelen jullie zijn. Dat even. Maar als jullie echt van mij houden, gebruik dan al je liefde. Mm-hmm. Om mij nooit te laten vergeten dat het leven van mij houdt. Papa, mama. Want jullie liefde laat mijn hart niet pompen. Papa, mama. Jullie liefde laat mijn longen niet pompen. Papa, mama. Doet het leven. Dus wie houdt er van mij? Mm-hmm. Het leven. Van mijn eerste kreet tot mijn laatste stuk. Kunnen we het afspreken, papa, mama? Nee. Kun je niet afspreken, want je kan niet lullen. Dus wat komt er uit je bek? Dus je wordt behandeld als een debiel. En je wordt behandeld als een debiel. Leren, proberen, herhalen voor je zinnelijk gemaakt. Leren, proberen, herhalen. Zo leer je van klanken woordjes maken. Leren, proberen, herhalen. Zo krijg je een zwemdiploma. Leren, proberen, herhalen. Zo ga je dan fietsen leren. Leren, proberen, herhalen. Zo leer je rekenen. Leren. Dus die drill gaat door. En er zit ook nog corrigeren bij. En dat is belangrijk. Als ze liefdevol corrigeren, dan komt er wel wat van je terecht. En dan moet ook wat groen erin brengen, Peter. Groen wil je hebben nu? Ja. Kijk, dit is een blaadje. Dit is, nog even die blauwe. Hartje, dat rood, ja, dat deze vind ik zelf altijd zo'n lekkere kleur. Maar goed. Dus die drill... Wat ontbreekt vaak in die drill? Dezelfde drill om iets te proberen, te leren en te herhalen. Ontbreekt vaak de drill, Michael. Elke dag opnieuw, Michael.
met het meest unieke wat er ooit is geweest. Niemand praat er zoals jij. Niemand loopt er zoals jij. Niemand ziet eruit zoals jij. Niemand is er zo. Je bent er nooit eerder geweest en je komt dat nooit meer terug. Michael, lijk op niemand. Blijf wie je bent. Ja, wie ben ik dan? Gewoon in actie blijven. Michael, je bent het meest liefdevolle, het meest waardevolle wezen wat er ooit is geweest. Die drill krijg je meestal niet als je jong bent. Ik heb hem nooit gehad tenminste. Van je ouders? Dus, nee. Ik wel. Ik heb hem wel. Oké, nou. Moeder. Ik heb het niet die, gehad. Die liep er helemaal in over. Oké. Ouders waren voor mij gevaarlijk. Dat realiseerde ik me pas veel later. Weet je, ja. Als je jong bent, vind je het irritant. Dan denk je, hou op, ik wil het allemaal niet horen. Want je legt een druk op mij. Maar ik heb er later dat ik dacht, Jezus, heeft dat altijd wel goed gebracht. En, maar ik vraag me dus af, jij hebt dan niet zeg maar, van je ouders die liefde en die guiding gids? Nee, levens, kreeg ik buiten me. Dus buiten. De straat was mijn vader, de buurt was mijn moeder, daar kreeg ik de liefde van. En mijn hoeder was mijn levenslust. Dus die onveiligheid in huis heeft me nooit beroofd van de durf om op straat in actie te komen. In actie te komen. En om 16 hoorde ik op die katholieke school. Mijn ouders waren van de ene naar de andere katholiek geworden. Oh. Mijn vader kreeg werk in de scheepswerf en mijn moeder kreeg elke maand een rollade. En NDSM. Ja. En op mijn 16e hoorde ik uit de mond van een broeder van liefde: Faber, je komt uit Noord. Als er van Noord en Noord is goeds vandaan gekomen. Faber, daar stonden vroeger de galgen en die stonden er niet voor niks, Faber. Mm-hmm. Faber, je bent niks, je kan niks, je wordt niet. Weet je wat jij bent, Faber? Je bent een probleem. Wie zei dat? Een pauper, die broeder van liefde. Haatvervuld gezicht had hij. Die broeder in feite van de katholieke kerk, zeg maar. Van de katholieke school, ja. Oh. Op de Ulo Saint-Louis zat ik. Die zat helemaal in een negatieve trance. Dat is in de stad. Ik zat ondertussen in de stad op school. Hij zei, Fabio, je komt uit Noord. En uit Noord is nog nooit iets goeds vandaan gekomen. Wat zei jij toen? Nee, ik ben toen van school weggelopen. Ja. En ik ging naar mijn vertrouwenspersoon, de kapper. Dat was eigenlijk een praathuis. Die wist alles van de scheiding van je ouders en de moeilijkheden op school. De moeilijkheden met de politie. En die, ik zeg, kapper, knip mijn haar helemaal kort. Ik wil van die bibop hebben, van die stekeltjes, net als de Amerikanen. En die kapper zegt, ja, maar dat vind je vader niet goed, Pet. Ik zeg, ja, maar ik ga niet terug naar mijn vader. Ik verstop hem vanavond op een schip van de NSM Scheepswerf. En je ziet me nooit meer terug. Ik word avonturier wereldreizen. Ik zei, nou, Peter, een heel mooi idee, heel goed, stoer. Alleen, ik heb een beter idee. Weet je, Pet, moet je deze advertentie lezen? Dat is volgens mij voor jou heel goed. Ik lees die advertentie. Spelers gevraagd voor het openluchttheater voor de Midsomernachten van Shakespeare. Hij zegt, dat moet je doen. Ik dacht, hij is een biel geworden. Toneel dus voor de watjes, de jongens die nooit op straat speelden. De lievelingetjes. Ik moet op school bij toneel. Als het toneel werd, mocht ik de boekjes klaarleggen en verder mijn bek houden. Mocht ik meedoen. En dat openluchttheater kende ik wel. Eigenlijk door dat verpesten de voorstelling, daar lieten de lampen uitvallen of pikten de kantine leeg. Maar ik had wel gezien, er was wel een club, die hadden heel veel plezier. Ze kleedden zich om en er waren meisjes. Ik doe auditie en ik werd aangenomen. En om mijn 16e stond ik in het plat Amsterdam Shakespeare te spelen. Wat is een mens? Wat is een mens dat de voornaamste handelswaar zijn leven slapen en eten is? Een beest, meer niet. Want de schepper die ons zo'n denkkracht gaf om vooruit en terug te zien, heeft ons dat vermogen, die goddelijke reden, niet toebedeeld op dat het ongebruikt in ons verschimmelen zou. Shakespeare. Ja. En ik kwam in een ander milieu. Ik kwam toen ook in het ritme van leren, proberen, herhalen. En dan kun je een tekst leren, proberen, herhalen. Dan kun je die woordjes leren, proberen, herhalen. En dan kun je in actie komen, dan krijg je resultaat. Ja. En dat werk kwam ik in films. En nou ja, jij bent fotograaf, heb je me ook ontmoet toen. In films en commercials en in musicals. 15 jaar geleden. Het is een beetje achtergrond, een beetje snap hoe ik hier terecht ben gekomen. Mm-hmm. 15 jaar geleden repeteerde ik in hetzelfde lullige zaaltje in Amsterdam-Noord, in het Zonnehuis. De musical De Man van La Mancha. En ik zat te zingen, ik ben ik, Don Quixote, de heer van La Mancha.
Ga daar waar de zegehaan kraait en de wind van fortuin nemen onder haar vleugels. Komt er een wijkagent binnenlopen, die zegt, kan ik je even spreken? Ik zeg, meneer, ik zat te zingen. Hij zegt, nou, als je het zingen noemt, daar wil ik niet over hebben. Maar Faber, ik heb uitgezocht hoe je was. Tot je 16e deugde je niet, maar jij hebt een switch gemaakt. Dan ben je hier in deze buurt als bekende Nederlander. De buurt waar ik alleen als wijkagent contact heb van mijn gezag. En tegelijkertijd geef ik ook de fluwele hand. Maar gezag. Zou jij voor die jongens wat kunnen betekenen? Wil je even mee in de politieauto? Ik zeg, de politieauto. Nooit ingezet. Dus ik ga met hem in die politieauto. En langs al die plekken waar die gasten rondhangen. En ik word erkend. Hey Peter Faber, Faber is inderdaad. Ga je workshopje geven? Had je ook niet in baantjes gespeeld? Een baantje? Ook, nee, alles. Baantje, 40 films, maakt allemaal niet uit. Maar nou, ik was misschien dat ze een politiefilm. Mag door. Dus ik werd herkend en toen dacht ik, toen heb ik de Peter Faber Stichting opgericht. En die heeft als motto, iedereen ongeacht achterstand en beperking, de switch laten maken, van passief naar actief in het leven staan. En die heeft als motto, mijn spreuk was vroeger wat ik hoorde, je bent niks, je kan niet, je wordt niks, heb ik gemaakt. Ik kan het, ik wil het, ik doe het nu. En dat begon ik te leren aan kinderen op de lagere school, 12-jarigen. Want die zijn nog open, zijn nog sponsen. En dan leer ik ze dat je, doordat je geboren bent, ben je al kampioen, wat je net vertelde, dat vertel ik dan ook. Doordat je geboren bent, ben je al kampioen. En hoe blijf je kampioen? Nou, dat is met weten dat je waardevol bent. Dat je enige geheim is dat je dingen moet durven, dat je in actie moet komen. En elke hindernis die je belemmert, kun je die magische spreuk gebruiken van ik kan het, ik wil het, ik doe het nu. En die spreuk hoef je niet te geloven, maar die gaat pas werken als je de komende 3 maanden, elke keer als je moet pissen, even zegt ik kan het, ik doe het nu in de wc. Want dan zakt het in je lijf en dan wordt het net zo gewoon om in actie te komen, net zo gewoon als dat wat jou laat ademen. Ademhaling gaat ook vanzelf. Hoef je niet over na te denken. Lopen gaat vanzelf. Praten gaat vanzelf. Hoef je niet over na te denken. En iets maken, dat moet net zo vanzelf worden. Ga door, ik maak even een tussendoorvallen. Dat moet, iets maken moet net zo vanzelfsprekend worden als je ademhaling. Dus niks bijzonders, niks heiligs. Gewoon in actie. En als het af is, dan ga je weer wat anders maken. En je hoeft het nooit te doen omdat je denkt, ik wil er beroemd mee worden. Dat geeft alleen maar allemaal problemen. Ik heb nooit geprobeerd beroemd te worden. Toen ik gevraagd werd voor films, dacht ik, nou, als ze denken dat ik het kan, ik doe het wel. En ik ging dan gewoon aan die films meedoen. En in huis, ik heb geen één film, mijn zoon hoorde op school. Pap, op school zeggen ze dat jij allemaal films hebt gespeeld. Wat zijn die films? Ik zeg, nou, weet ik niet, ik bewaar ze niet. Het werk vind ik leuk. Ja. Het werk is gewoon een soort ontdekkingsreiziger, kapstok voor avontuur. Dus ik heb boeven gespeeld, helden gespeeld. En ik kan helemaal iemand vermoorden, maar ik word zelf vermoord. Maar ik sta gewoon even na de opname, wil levert op of zo. Dat is het leuke van mijn werk. Dus dat spelen is een ontdekkingsreis. Kijk eens aan. Van verschillende levens. Dus dat script wat er ligt, daar speel ik een maffe dominee. Ook in Azië, dat gaan we opnemen in het Franse eiland Réunion. Maar het moet eigenlijk Indonesië voorstellen. Maar Indonesië... Je sprak Maleis, toch? Wat? Je sprak Maleis, volgens mij, een beetje. Het is vlakbij Afrika, bij het eiland Mauritius. Je sprak toch Maas, Bahasa, een beetje. Joan Corrade di Patti. Bupati pandam tidur. Dan se kalian parrana namang. Saiman batje banyak hal-hal yang baiti pandam tidur. La ia tumen tumen memiliki sawa-sawa di lemba-lemba. Satu bigi payan litenam aka satu batik padi. Dat is een stukje uit de hoofden van de bak toespraak. Ja. Moet je kijken wat er gebeurt. En dan heb ik iets gemaakt. Al ik blijf praten. Ja. Dus eerst staat eigenlijk Michael, maar dat is niet meer interessant.
Wat doe ik nou met die zwarte lijnen? Waarom doe ik dat? En nu met dat zwarte wat ik doe. En dat komt eruit. Maak ik de contouren en dan komen die kleuren komen naar voren. Dat zie je, dat ook. Moet je kijken. Zonder die zwarte dingen is het gewoon wazig. En daar al die emoties. En hier, magic, wat er is. Magic, dat is al die zwarte lijnen. Dat is de beloning van het werk wat ik gedaan heb. Dus dit is het. Die zwarte lijn is het toetje. Als ik klaar ben met kleur, alles. Ja, ja, ja. Is dat het toetje dat ik alles mag overtrekken? En hoef ik niet de kleuren meer te kiezen. Ja, dat doe je eigenlijk altijd inderdaad. Die lijn. Ja, dan komt het tevoorschijn. Komt het meer los. Ja. Mm-hmm. Dus dit is abstract dan even zo, hè. Maar, hoe heet het? Ik kan ook beginnen met... Maar die levenswijsheid, zeg maar, dat zijn natuurlijk... ik noem het geen levenswijsheid. Okay. Het zijn praktische, technische tips. Het is dat bedoel ik... Maar wie heb je dat gegeven door dat leven? Altijd geïnteresseerd. Met geen opleiding. Moet je alles zelf ontdekken. Mm-hmm. Daar ik ben 79, nog steeds aan het ontdekken. Ja. Ontdekken, als ze me zeggen, wat zit je te doen? Ik zeg, ik heb gewoon een leeg hoofd. Ik doe niks. Gewoon een leeg hoofd. Ik kijk ook bijna geen televisie. Ik lees het nieuws kort even op de telefoon van nu.nl. Ik lees boeken. Hier ligt Rielke. Mandrino. Dan een dichter. Even kijken. Ik lees een paar. Ik sla een bladzijde om. Net zoals I Ching. Ik stop en lees. En dan kom je altijd eens tegen wat inspireert. Ja. Dus hoe ouder ik word, steeds meer geniet ik van, niet van consumeren, maar van produceren. Heel praktisch. En ik heb nooit zin, ik ben liever lui dan moe. Ik heb nooit zin mijn nesten te komen, maar 's morgens de wekker gaat 7:30, elke dag. En zaterdag, zondag, feestdagen, mooi weer, lelijk weer, wekker gaat. En dan roep ik al, ja ik ben er, ja, dan gaan we weer, ja. Bobbelibambam, ja. Terwijl ik kut voel, ik heb een nachtmerrie. Ja. Gewoon ja. Zo maak ik ook mijn eigen.